Deze, weg ermee. Hup, die is toch kapot. Hup, nieuwe muis. Hey mensen, ik ben Martijn AK, Captain Tube, en welkom terug op mijn kanaal Captain Tube BE. Zoals jullie in de titel konden zien, heb ik vandaag een pakje binnengekregen van Coolblue. Wat er in het pakje zit, zal ik nog niet vertellen, maar het enige wat ik jullie wel al kan vertellen is dat het een mooie upgrade zou moeten zijn voor deze setup. En dan zou ik zeggen, dat zie ik jullie zo meteen terug. Zoals jullie misschien daarnet konden zien, konden jullie eigenlijk al zien dat ik in een ander huis zit dan eigenlijk in de vorige video's. Nu, hoe komt dat? Dat is omdat ik eigenlijk verhuisd ben naar een andere stad. Omdat het, ja, het leven als werkmens is al duur genoeg. Dus dan dacht ik van, ik moet keuzes maken in het leven en naar een veel goedkoper plekje gaan. Oeh, shit. Wat zit erin? Dit zijn stickers van Coolblue, hè, die je overal kan ophangen. Zal ik toch nooit gebruiken. Het zat ook lekkere bubble wrap in. En dan, pom pom pom, de Razer Mamba Tournament Edition. Deze ziet er al geniaal uit. Wat ik eigenlijk leuk vond is, ik kon het gewoon aan de video's zien op internet, dat de zijkant gewoon kleurt. En dat sprak me eigenlijk aan. En het is ook een upgrade op mijn andere Mamba die ik eigenlijk in mijn computer heb zitten. Dus yes. Even de doos hier open doen. Ik heb de doos na veel proberen toch open gekregen. Hop, hop, hop. Oh, het eerste wat je ziet is dus de USB-kabel van de lekkere muis. Hier heb je nog een aantal boekjes, zoals Razer die altijd met je meegeeft met stickers. Zot. Echt, dit vind ik altijd leuk. De boekjes. Dit is de Important Progress... Important Product Information Guide. Shit, dat was een mond vol. En dan heb ik hier nog iets anders. Dit zijn kaartjes exclusief. Rewards for the Razer Faithful. Ik weet niet wat dit allemaal inhoudt. Ik zal het zo meteen wel eens bekijken. En dan de doos zelf. Die gaat zo open. Zo, plasticske eraf. En dan heb je de muis. Die ziet er wel al geniaal uit. Is gewoon een upgrade op wat ik had. Voelt helemaal hetzelfde aan als mijn andere muis. Even licht. Waarom moest ik een update doen? Omdat ik dus mijn vorige muis dit scrollwieltje kapot had gemapt in een potje CSGO. En ik had gewoon zitten bam 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 op de ding. En ook ondertussen zitten klikken. Mijn rechtermuisklik hing maar half. Mijn middenmuis hing niet meer. Kon niet meer scrollen. Niks meer. Ik zou zeggen mensen, ik zie jullie zo meteen terug wanneer ik het geïnstalleerd heb op mijn computer. Ik start net mijn computer op en check dit. Dit was mijn oude computermuis, de Razer Mamba. En de andere gaf al licht. Jullie konden het zien, nog altijd. Damson. Check eigenlijk het verschil. Eigenlijk is er niet veel verschil, buiten dat de zijkanten een klein beetje ronder zijn, zo gezegd. Hier zijn ze zo wat afgekapt, zo. Zoals je hier kan zien. Maar echt, dit is de muis. Ik zal hem zo meteen eens in gebruik nemen. Oh man, zo vet. Check die kleurtjes. Op midden zitten er knopjes, die had ik hier niet op die muis. Dus ja, deze, hup, weg ermee, hup, die is toch kapot, hup. Nieuwe muis. Let's try it in a bit, zou ik zeggen, want ik wil weten hoe die speelt. Nu mensen, zoals jullie kunnen zien, ik heb de muis al even in gebruik. Ik heb ondertussen ook al wat liggen editen met de muis. De muis ligt gewoon fantastisch in de hand. Ik blijf de kleurtjes gewoon erop fantastisch vinden. Op de zijkant, of op de bovenkant, had je een aantal knopjes, die hierop. Die zijn eigenlijk om de sensitivity handmatig te verzetten. Zoals dat je eigenlijk op mijn vorige muis had, zaten die op de zijkant. Hier zaten hier zo twee knopjes. Nu zitten die van boven. Dus eigenlijk wel geniaal. Het past perfect in mijn hand. Jullie denken misschien, waarom heb je de Razer Naga niet gekocht met al de knopjes op de zijkant? Dan denk ik in mijn eigen, ik ben een shooterspeler. Geen speler die constant bezig is met MMO's. Ik weet niet of jullie dat kennen. World of Warcraft-achtige dingen. Die heel veel abilities per keer moet spammen. En ik vind het gewoon nice als ik kan knifen met mijn links van voor en gewoon mijn rechts van achter kan gebruiken om een flash te selecteren. Op CSGO bijvoorbeeld. Dus dat is het enige wat ik nodig heb. Deze muis is gewoon geniaal. Ik vind hem gewoon goed. Jammer dat hij zo licht is. Dus dat zal wel een klein probleempje geven als ik bijvoorbeeld er weer eventjes mee gooi. Maar
bij deze. Mensen, goed, bij deze wil ik jullie allemaal bedanken om deze video te hebben gekeken. What the fuck, wat zeg ik nu? Like zeker ook de video en vergeet hem niet te delen met je vrienden. Subscribe op mijn kanaal. Moest je nog niet op mijn kanaal geweest zijn, op mijn Twitch kanaal, die zal normaal gezien ook in de beschrijving staan van Extreme. Maar wel heel veel eigenlijk laatste tijd. Dus ik zou zeggen, ga zeker daar ook eens kijken. Social media zal in de beschrijving staan. Bedankt alvast om te kijken. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En tot de volgende keer. Maar weer. Ja, ik ging nog iets zeggen, maar ik wist niet meer wat. Het leven van een YouTuber. What the fuck.